Oké, okay, laat hem gewoon zien. Zorg dat hij niet tussen de benen is ook kan. En gewoon is, ja. Yes. Ja. Ik denk dat we wat doorgaan, want dan moet ze eigenlijk al wat rekken. Yes. Ja. En beweeg hem eens naar de andere kant. Yes. Voldoende dat hem op de richting. Yes, wauw, dat was een goede, dan krijg je hem meer. Maar die redden we maar hoe mooi midden op, hè? Yes. Opletten dat het niet is voor, yes. Ja, dat het niet is voor uw wand te raken, hè? Yes. Yes, ja. Yes. Wauw, die was ook weer goed. Dan zal ik er meer als eentje geven. Leg hem nu zo gewoon op de grond. Yes? Yes. En gooi je snoepje dan weg dat hem elke keer terug naar je bak moet komen. Yes? Yes. Wat te laat, hè? Pak het. Pak het. Geef het spelletje niet. Nee, dan het wel. Oké, okay, dan hoef je nog niet te ver. Pak het. Dan had ik al geklikt, ook al was het okay. Maar in de buurt. Yes. Ja. Niet door de blok wijzen. Yes. Ja, de gest kwam iets te laat, maar ik kijk nog een blok naar dat ze wat willen. We zijn nu met een blok bezig. Yes. Wauw! Ik leer mijn mond houden, hè? Ja. Ik ga een snoepje onderin. Dus je hebt 3 kansen gemist. Ja. Op de video waar de poundfilm is, wat het zien. Je hebt 3 kansen gemist. En dan, het is de eerste keer dat je het doet. En dan is het ook genoeg, volledig je klus kwijt. We kunnen niet verlangen dat hem al helemaal naar daar en dat hij hem al in zijn hond neemt. Hè? Nee. Het valt nu weer eens even tussendoor, dat we weer eens even helemaal hoor. En de jongste, 10 maanden. Enkel de zit voor is nog niet perfect. De rest begint goed te gaan. Hoe zijn we daar eigenlijk mee begonnen? Ongeveer hetzelfde. Gewoon even voedsel in ons hand en in principe niks zeggen. Yes. Yes. Omdat we weten dat hij nu nog daar komt, geven we wel ons commando. Vast. Yes. Vast. Yes. Vast. Yes.
Dus alleen de pick-up en het begrip van vast is in het begin belangrijk. Uiteraard willen we ook snelheid. Yes, dat is een knappe kerel. Maar wat is dat toch een knappe kerel? Pak je het? Katjina heeft nooit graag geapporteerd. Pas na een tijdje wisten we waarom. Zij had tandproblemen, haar onderkin is tekort. En haar hoektand zat door haar gehemelte, een andere tand beschadigd. Dus zij heeft eigenlijk altijd met tandpijn gelopen. En dat, ja, ze speelde. Dus het heeft lang geduurd eer we daarop uitgekomen zijn en per toeval. Dus haren moet terug moeten leren plezier te hebben in dat bord. En het is een echt cookie monster. Vreedzakje, totaal geen controle. Wat ik ook niet belangrijk vind, persoonlijk. Dus heel duidelijk. Dat ze moet luisteren, moet is een groot woord, naar de cue. Zij wil per se het voedsel. Yes. Yes. Omdat ze zo graag het voedsel wil, is het niet moeilijk haar te leren dat ze toch eerst een afvalblok moet pakken. Goed.
om haar vaster te doen bijten, hebben we het volgende gedaan. Het is een grote hond en voor een groot hond is het echt moeilijk om perfect recht te zitten. Dus met haar moeten we zeker regelmatig terug naar de tweede stap van onze training gaan. Het blijven zitten. Blijven. Als volgt aan. Dus niet in voet. Ik kan mijn voet niet aanbreken. Dat vertaalt zich dan op wedstrijd, als je rechtdoor kunt gooien, dat dat natuurlijk het makkelijkste is, dat als het blok links ligt, dat je meer kans hebt dat ze scheef zitten, en dat de blok rechts ligt, dat je meer kans hebt dat de hond recht zit. En
we gaan ook voor begrip van de oefening uiteraard, van het woordje, op verschillende manieren. En we gaan ook voor verschillende voorwerpen. Thank you.